Hallo, wij zijn hier in Enkhuis op het Zuiderzeemuseum en wij gaan mensen interviewen over de watersnoodramp in 1916. Veel kijkplezier! Nou, wij zijn dus hier op het Zuiderzeemuseum en wij gaan nu op zoek naar mensen om te gaan interviewen, dus kom maar mee! En mijn eerste vraag is, wat zou u doen als, wat zou u zeg maar als eerste te binnen schieten als u de watersnoodramp zou meemaken? Wat zou me te binnen schieten? Ja, het lijkt me verschrikkelijk. Want je moet denk ik helemaal naar de zolder klimmen of op het dak en wachten tot iemand je komt redden. Dat is het eerste waar ik aan denk. Nou, het eerste wat wij dan doen, want elk jaar komt er wel wat water over de dijk. Hè, als het water heel hoog staat in de Zuiderzee. Maar dan zetten we altijd onze beddengoed brengen we dan naar boven. En dan met een petroleumstelletje en de koffiekarn en de po. En zetten we dan allemaal boven neer en onze spulletjes die zetten we dan in de bedstee. Want die zijn, ja, bedstee is toch een meter hoger. Dan hopen we dat het water dus niet zo hoog komt, dat het ook het spul in de bedstee gebruikt. En ja, dan zetten we ook zeg maar heel wat stenen op de tafel en een stok tussen de kast en het plafond, zodat de kast niet gaat drijven en dat soort dingen. Dat gaan we dan allemaal doen als we denken dat het water komt. Wat zou u allemaal meenemen als er dus de waterramp is gebeurd? Ja, weet je, we zijn een week op zolder gebleven en toen zijn we alsnog geëvacueerd. Maar ja, we hebben niet zoveel hoor. En dan moet je gaan lopen. We zijn gelopen naar Amsterdam. Nou, het enige wat je dan meeneemt is een sloop met wat lijfgoed. Dat meer neem je niet mee. Als hier een watersnoodramp is, dan neem je meest waardevolle spullen. Je papieren, je diplomas, dat zou je meenemen. En etenswaar. Voor drinken. Waar zou u naartoe trekken als hier dus ook een watersnoodramp is? Naar een hoger gelegen stuk. Dus eventueel de Veluwe, om wat te noemen. Oké. Wij gaan altijd naar boven, naar de zolder. Hè? We gaan gewoon proberen of met een paar dagen of het op de zolder dus af kan. Maar dat doen we dus als het water alleen maar hoog staat en over de dijk komt. Maar nu was de dijk gebroken. Ja, dat duurde zo lang voordat het allemaal gerepareerd is. En toen zijn we geëvacueerd naar Amsterdam. Nou, wij zijn klaar met de excursie op het Zuiderzeemuseum. De conclusie is dat heel veel mensen papieren meenemen, water, voedsel. En dat ze zo hoog mogelijk gaan naar de zolder toe. En dat was het dan weer. Doeg! Dit zijn cola.